We zijn nu in Oud-Turkije. Old Town of Rodos. Waar je denkt dat hij weer in Turkije is. Vroeger. Maar 1000 jaar geleden. Stonden hier mijn voorouders. En hier lopen we door de winkelstraatje van Oud-Griekse Rodos. Ja, daar heb ik eigenlijk weinig aan toe te voegen. Dat was het een beetje. Hoi. Wat zei je? Waarheen? Weet ik niet. Ik ben de vlogger. Nou, we hebben dus een beetje vakantiestress, want we weten niet waar we heen. Zullen we naar rechts gaan? Rechts is dikte wel leuk. Ik ben dus namelijk de cameraman, hè? En dan heb je af en toe een presentatrice hier langs mij. Alleen die raakt een beetje in de stress. En dan, ja, hè? Dan gaat het allemaal niet meer volgens plan. Dat bedoel ik dus. Ik weet niet waar we heen moeten, dat is wel het punt. Nee. Hier hebben we weer een heel schattig zigeunerkindje met een klare. We zijn nu bij Kalithea Springs. Dit kwamen we per toeval tegen. We hebben echt geen idee wat het is. Maar we gaan het zo zien.
heeft hier koude nachtjes. Is de vioor die moest ik maar niet worden. Nou, dit is onze auto. Een Volkswagen, waar is het? Wagiso. Polo. Polo. En hier is het strandje en we gaan nou verder. De polo is goed heet van binnen. Verder rijden. Erg warm. Nou, wij zijn aangekomen bij Lindos. Lindos is een heel bekend stadje in Rodos Eiland. Ik zal het nu even laten zien. Wauw. Bovenop heb je een kasteel en allemaal witte huisjes eromheen. Hallo. Hallo, welkom to our new beach vlog. This is sand. There is town. There is white car. Very nice. And here is white girl. Bij de butterfly fan. Als we geluk hebben zien we hier heel veel mooie butterflies. Want die schijnen hier in tussen juni en eind september zeg maar op zijn hoogtepunt te zijn. En ja, wij gaan dus lekker hier echt een rondje lopen. Thank you.
Ik heb lamp met daarboven nog meer lamp. Nesvrees. Lamspoot uit oven met honing als het goed is. Want hij is een beetje geel aan de zijkant. Traditional Greek food. Food. Lekker toetje. Ah. We gaan al.